En de 24e ministeriële vergadering van de Associatie van Caribische Staten, ACS, heeft vandaag plaatsgevonden te Managua, Nicaragua. Op deze vergadering is vooral gesproken over klimaatverandering. Minister Ildis Polak-Bigeli van Buitenlandse Zaken, die Suriname vertegenwoordigde, ging in op het belang van samenwerking tegen de effecten van klimaatverandering. Suriname heeft ook geparticipeerd aan de International Cooperation Conference van de ACS. Tijdens deze conferentie zijn de lidlanden geïnformeerd over de beschikbare financieringsmogelijkheden voor projecten die gericht zijn op het bouwen van weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering. De ministeriële vergadering is ter voorbereiding op de 8e ACS-topvergadering van staatshoofden en regeringsleiders. Het thema van deze top is Uniting Efforts in the Caribbean to Face Climate Change.